Oké, hallo allemaal mensen, AkerGamer hier en welkom terug bij Starbound. In de vorige aflevering hebben we het portaal geopend, hebben ons lot dat we moeten vervullen gehoord. Ik ga ondertussen heel even mijn scherm even groter zetten. World Screen, Border Screen, oh goed, ja, dat is beter. Ja, ze willen onze missie daarboven, Fetch, moeten kristallen gaan halen in een mijn. Wil ik eerst even kijken, heb ik daar spul van? Want ik weet niet of het daar wel of niet veilig is. Het is mijn. Dus ik ga eerst ook even spullen beneden brengen. Oh ja. Ik was vergeten dat ik dat trucje had. Sowieso wil ik kijken voor mijn sterkste wapens. 10-7 met een rate van 0-9. Deze is goed. En dan gaan we even beneden even kijken. Want ik kan natuurlijk wel de beste spullen. Dus gaan we ook even kijken of ik een armor verder kan maken. Oh. Ik zou zeggen, laten we dat eerst doen. Want je weet maar nooit. De kousjes heb ik al volgens mij. Ja. De hoed heb ik ook al. Ik hoef alleen nog het shirt. Dat is dus deze. Daar hebben we iron van. Nou, dan gaan we even iron zoeken. Onze mijn in. Hebben we het daar bij ons? Oeh, ik kan die vlag maken. Die neem ik mee. Oké, het ship deze auto. Ah, het is namelijk wel handig. We hebben niet genoeg fakkels. Oh, zoveel hoef ik er ook niet mee. Laten houden op 30. Ik moet even wachten, maar dit stel gebruik ik als ik bijvoorbeeld bijna val. Om ik echt een reflectie heb van klik klik. Spider-Man effect. Even kijken. Ja, oké. Okay. Focus kunnen maken. Met 3. We hebben ook gelijk meer kool nodig. Dus gaan we even kool en ijmer kijken. Zo. Kijk hoor. Nu zeggen we gaan deze kant op. Dan nemen we ook gelijk dit hier mee. Daar zie ik al gelijk kool. Ik vind het zo handig dat ik nu eigenlijk letterlijk licht geef. Natuurlijk ga ik wel fakkels gebruiken om het echt goed te verlichten, maar ik zie iets meer. Nou, ik kan het natuurlijk niet op afstand zien, maar ja. Deze kant op. Deze hadden we al bekeken. Kijk, wat zit hier in pixels? Kijk, er zit daar boven denk ik misschien nog iets interessants. Ik vergeet altijd waar ik mijn touw op heb gelaten. Oh. Niet veel behalve een vleermuis. Ja, het vliegen is en waarschijnlijk heb gezien. Ik heb mijn geluid hier echt hard staan, maar op een gegeven moment word ik een beetje gek van. Kijk, daar hebben we iets. Ik zou zeggen, we nemen het gewoon mee. Soms weet ik niet aan mijn hoofd wat het is, maar dit is. Ik weet niet. Tenminste, die tusten, als ik het voor andere armen maak, is het best wel dichter bij de core. Zoveel last om te halen. Oh, wacht, dat is iron. Oké. Okay. Thank you. Ik ook iron in de muur, neem ik dus ook mee. Maar dan wil ik dus een keertje gaan kijken om vlak bij de kern van iron te komen. Om die
tussen te kunnen zoeken, zodat ik weer een betere armor kan maken. Nu weet ik niet of ik dat nu ga doen. Voordat ik naar die mijn ga of na. Want ik weet natuurlijk niet wat ik in die mijn kan verwachten. Kijk, hoeveel iron hebben we? Want ik weet niet uit mijn hoofd precies hoeveel we precies nodig hebben. Ik zie daar kool en water. Ik geef ook licht onder water. Lol. Maar ik zie geen bal onder water, dus. En dan moet ik me nu voorstellen dat ik dit allemaal, al dit water meesjouw. Waarschijnlijk hebben ze een uitvinding waardoor alles verkleind wordt en alles licht is, want anders is het behoorlijk lastig te bedenken dat ik, ja, dit allemaal meesjouw. Moet ik dit even weghalen? Het water stijgt. Nee. Je zou kunnen zeggen, we gaan hier gewoon even een beetje naar beneden graven. Ik geef een beetje licht, dus. Ik kan met dit ding ook een klein beetje zien wat er dan omheen zit. En terwijl het in Minecraft de juiste regel is, niet naar beneden te graven. Sorry, ik overtreed de regel. Ik ga daar wel fakkels plaatsen. En een paar van die trappen, want ik weet niet of ik het echt per se met touw en gut ga redden. Oké. Maakt niet uit. Gaan we nu gewoon kijken hoe dicht we bij de kern van de aarde kunnen komen. Ho? Loze ruimte. Oké, ik zie ook weer gelijk ruimte, dus. Dan gaan we even kijken of we meer van die traptreders kunnen maken. Dat is wel handig. Ja, genoeg. We krijgen er 10, dus ik zou zeggen 6. Dan krijgen we 60. Moet toch wel lukken. Wat heb ik ze nu al? Die dingen gaan echt, kan je echt heel snel maken. Ik ga even kijken wat daar is. Kijk hoor. Dit spel kun je trouwens in multispelers spelen. Ik weet trouwens niet of er meerdere mensen zijn die dit spel hebben. Dus ik zit nu denk ik om misschien ook van deze seriereeks ook zo'n multiplayer reeks te maken. Maar dan wel met een ander poppetje, want anders kom ik constant in dezelfde wereld. Maar dat moet ik allemaal nog even uitzoeken. Kijken, ik zie hier iets. Zullen we hier naar beneden gaan? Ik denk het wel. Ik vond het net zo'n lamp. Doe maar mijn focus op. Kan ik meer focus maken, zeg alsjeblieft van wel. Ja, ik maak er gewoon het maximum. 12. Kill monsters, maar ik heb goed zwaar bij me. Ik ga met dit ding. Hey, daar weer tar. Wauw. Dat ging makkelijker dan ik dacht. Ik zie daar weer iron, die nemen we ook mee. Ik zie daar volgens mij ook weer. Oh. Ik hou van die move. Hier zit behoorlijk wat. Ik zou zeggen, alles meenemen. Hoe meer, hoe beter. Ik zit denk ik dat we misschien in de volgende aflevering of de aflevering daarna misschien naar de mijn gaan. Maar dan moet ik nog even kijken.
beetje eigen beslaat. Ik weet natuurlijk niet hoe moeilijk het wordt in de mijn. Ik heb deze keer wel vaker gespeeld. En wat ik me vaak nog van kan herinneren. Ik heb het overleefd. Met normaal armor, maar... Oh, ik ben al... Ben ik daar al een keertje geweest? Oké. Schijnbaar. Maar oké, dan gaan we gewoon deze kant op. Oké, dit is een wat grotere ruimte. Oké, nice. Wat hebben we hier? Oeh, module. Ik zou zeggen, laat me niet die move gebruiken. Eventjes. Gaan we deze kant op. Ga wel even eerst focus plaatsen. Doe ik me zo altijd onder me. Ik zie daar botten. Oké, okay, en ik zie volgens mij van die glimmende piekjes. Dus. Ik ga eens even kijken wat dit is. Want ik zag het laatst nog dat ze tap is. Oh. Nee, van misschien. Oeh. Nice. Wat? Zie je ook dat geel onderin het scherm? That you may attend to it first. Huh. Een portaal naar een uitdaging. Nee, dank je. Ik ben zoiets eigenlijk echt nog nooit tegengekomen. Oeh. Even kijken. 9, 7 en 1. En dit is een eenhandig. Laat dit gewoon eens uitproberen. Nee. Oh! Ik schoot door. Faal. Gaan we gewoon weer terug. Want ik wil proberen in deze aflevering dichter bij de kern van de aarde te kunnen komen. Even dat snel, het gaat zo snel. Ah, dat was mijn nek te kraken. 9. Moet er toch wel genoeg van hebben? 6. Ik vraag me eigenlijk af hoeveel deze ding precies... Oh, ja. En hebben we die. Short sword. Gaan we die ook even aan doen? Waarom gebruik je überhaupt dat? Ben je naakt? Ik lijk wel een soort van spion. Nice. Oké. Okay. Ben je beter beveiligd? Dat wel. Nu zit helemaal vol. Ik heb er nu 4. Ik ga even kijken of ik
Kan ik al iets met 4 upgraden? Wire mode. Dan kan ik even wachten, want even kijken hoor. Met deze kan ik 3x3 weghalen, maar dan heb ik er heel veel van nodig. Met deze kan ik verder. Doe gewoon die. Even kijken. Ik heb meer kisten nodig. Ik kan een hunting bow maken. Hier kan ik verf maken. Okay. Even borduren breien. Nou, ik kan verkleden als ik een monk als ik wil. Ik ga eerst even meer dozen maken. Meer dozen, meer. Niet hier. Maar dan moet ik eerst tussen verzamelen eerder dat ik wat anders wil. Oké. Okay. Koperen krat. 16, 24, 16. Dan ga ik natuurlijk voor deze. Even kijken wat ik jou heb. Hier, oh, ik had er dus 2. Oké, dat past niet hier. Dat past niet hier. Uitbreiden dus. Waarom heb ik die stenen daar geplaatst? Echt waar, why? Dank u. Het zijn tenminste stenen die je niet zo snel de lucht in kan blazen. Dat is een van de voordelen. Je blaast je huis misschien iets minder snel op. Wat gaan we hier doen? Maar dan denk ik zo eerst even dan nog kijken of ik een diepere aarde in kan komen. Even netjes hier. Ik weet niet of ik trouwens echt blij ben met dat het apparaatje daarboven, die hier, zo dicht bij mijn huis staat. Want ik weet niet of het echt gelijk effect heeft als mijn huis in de hens vliegt. Gaan wij jou. Ik denk dat ik beter gewoon echt belangrijke spullen in kan gooien. Waar ik. Wat is dit? Kijken. Olie. Pas nu weer. Maar oké, we hebben dat tenminste gedaan. En dan gaan we even terug die mijn in. En dit keer gaan we niet dood, hoop ik. Ik had even geen zin om even iets anders te doen ervoor. Wow. Dit keer ga ik niet doodvallen. Oh. Laat eens. Kan er toch niet in. Haha. Lekker puh. Wat een toekenijntje.
Kill Bunny. Kunnen we toch niet bij. Hou toch wel. Ga deze keer die kant op. Oh, is dit een goede voorraad? Van zilver. Ik weet niet of zilver ook echt goed ooit van pad kan, maar je weet maar nooit. Dit is een moment dat je eigenlijk gewoon alles moet minen. En dan zie je later wel wat je allemaal mee kunt doen. Dat is de reden waarom bij sommigen wel eens wat inventoor dat ze barstvol zit, waarvan anderen denken dat ze troep. Je weet maar nooit of iets van pas kan komen. Welkom in de Bottomania. Leukste woonplaats om te leven. Ja, val naar beneden. Ga je jou even meenemen? Oh, ik krijg ze zo warm met die muur. Ik denk bij mezelf, dat is een open gat. Moet ik ooit echt... Oh, ik zie goud. Plaats ik even een fakkel. Volgens mij zitten is, moet dat limesteen voorstellen. Ik kwam dus waarschijnlijk ergens in de buurt. Ik weet niet precies hoe diep die echt bij de koor is. Dit allemaal mee. En het is... Met de dirt. Oké. Maar waardoor ik schaam dus langzamer naar beneden gaan. Oké, gaan we hier. Dit kan nog wel even duren, dus het wordt waarschijnlijk een wat langere aflevering. Want ik wil jullie laten zien. Tenminste, ik wil zo vlak mogelijk bij de koor komen. Ik denk niet dat de taak uit krijgen. Oké, dan kom hier bij heel veel steen weer. Dan doen we hier weer even zo. Wordt geloofd dat ik via die route terug wil of als ik naar beneden wil. Dan val ik niet te pletteren. Nee, gaat waarschijnlijk weer even lang duren. Oh! We hebben een open stuk. Oh ja. Met gras. Ga je pijn doen? Misschien. Wat is dat? Iets gaan we. Op een stuk. Dat wet. Het is hier echt behoorlijk. Nat. Hier gaat het weer meer naar beneden. En ik zie monsters. En dat is waarschijnlijk ook iron. Wat is dat?
Het heeft mijn aandacht getrokken. Ik wil je niet doodvallen. Als ik die pilaren mee kan nemen, neem ik ze mee. Want ze zijn best mooi. Ik kan ze meenemen. Mooie decoratie. Ik neem altijd dingen mee van wauw, dat is mooi. Hier, nu weet ik ook hoe ik de dingen moet craften. Nou, laat ik het gewoon even zo. Goud. Het zijn er echt heel veel van die pilaren. Misschien zijn we wel ergens bij een soort van tempo, ik weet het niet. En mijn fakkels zijn op. Dan hebben we geen hout meer. Wat is dat? Ik denk dat het even bij deze aflevering houdt. We plaatsen hier onze vlag, zodat we hier makkelijk naar mee kunnen. Ik ben blij dat ik die vlag bij me heb. Scheelt onze reistijd. Zo. Dat wapent hier mooi. Cave. Zo, oké. Okay. Nou, mensen... Ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken voor het kijken. Nu merk ik ook dat misschien niet goed, want sorry. Like en abonneer kanaal en zie ik je de volgende keer weer in een nieuwe aflevering van Starbound. En hopelijk komen we gaan we daarbij of naar de mijn of nog dichter naar de kern van aarde. Waarschijnlijk moet ik dichter van de kern van aarde, maar ik zou zeggen kijken. En nogmaals, like en abonneer mijn kanaal en zie ik je de volgende keer weer in de nieuwe aflevering van Starbound Castle. Voor nu, zoals altijd, en ook even altijd... Laters!